Buenos dias. Een hele goede morgen, Jill. Aha. Goedemorgen vanop Fuerteventura. We zijn vandaag laat wakker geworden. We hebben lekker uitgeslapen. Jules ook trouwens. Dat is echt wel heel erg fijn op deze manier. En nu is Jeno nog in de douche. En ik ga eventjes nog met Jules richting de plaatselijke supermarkt hier wandelen. Er is een heel erg klein supermarktje hier op het resort. En ik zei net tegen hem, kijk, ga jij alvast eventjes douchen. Dan ga ik even al de baguettes halen. We hebben gisteren in de grote supermarkt ook al beleg meegenomen. Dus dat hebben we al. En ik heb nu nog de baguettes voor onze lunch. We gingen eigenlijk oorspronkelijk vandaag een vrij grote daguitstap doen. Naar helemaal de andere kant van het eiland. Maar daar zijn we dus niet in geslaagd. We zijn veel te laat wakker geworden gewoon. En om dat nu nog een keer te gaan vertrekken is niet echt zo'n heel erg goed idee. Dus 1 uur 40 minuten heen, 1 uur 40 minuten terug. Onderweg willen we ook nog wel een paar dingetjes ook nog wel een keertje nog gaan bezichtigen. Ze hebben toch even onze plannen weer omgegooid. En we gaan ons laten verrassen hier nu in de omgeving. Of misschien ook nog een keer het zwembad of zo. We zullen zelfs wel zien. Eén ding is zeker. Het is warm. Het zonnetje schijnt. Er zit ook nog eens een verfrissend windje bij. Ideaal hier. En Jules geniet er ook wel van, hè liefje? Missie geslaagd. Ik heb hier 2 zakjes met daarin baguettes mee. En nu gaan we terug naar het huisje. En voor de mensen van de cijferkist, ze zitten in 432. Hier zie je trouwens ook nog de buitenkant van het huisje. Gezellig, hè? Ik zie dat we trouwens gelijk bovenop ons zak ook nog iets hebben. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, toch nog een keertje uitzoeken. Ah, de deur staat hier al open. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Is dat maar gelukt? Ja. Zeg, ik zag net iets dat we bovenop ons dak ook iets hebben. Ja? Ja, er staat zo gelijk een afdakje of zo. Kunnen we daarop? Ah ja. Ja? Heb je een trap gezien? Ja, ik heb een trap gezien, daarachter. Oké, okay. Gaan we eens een keer gaan zien? Ah, ga maar eens gaan kijken dan, hè. Oké. Okay. Jan hoeft gelijk, hier is dus een trap met een slot ding. Ah, je hebt wel een hekje ervoor, oké. Okay. Ik weet niet of dat echt de bedoeling is dus, maar kom. Wat hebben we hier? Oh my god, dat is mooi. Een dakterras. Iedereen heeft dat hier trouwens. Heel tof. Ah, wat een mooi uitzicht. Het is dan toch wel weer al een beetje gek dat ze dit dan toch niet optimaal benutten, eigenlijk. Als je zoiets in België zou hebben, dan heb je gegarandeerd een tafeltje of een stoeltje of zo op staan. En het zou toch iets wat beter onderhouden zijn dan nu. Het is echt gek dat ze daar niets mee doen. Ziezo. Nu gaan we eerst een beetje nog wat eten. We wilden graag het zwembad zien, dus hebben we onze zwemkleding aangetrokken. En nu lopen we er al naast het waterpark. Het is best groot hoor. Heeft wat glijbanen. Maar het heeft ook een trap, precies. Zullen andersom gaan. We zullen andersom gaan. De hoop dat we het dan langs de andere kant geen trap hebben. Mooi aantal glijbanen. Heel wat lichtbedjes. Zie je het al? Dat is mooi, hè? Heel mooi, hè? Oh, kijk eens wat er hier gaat gebeuren. Ze hebben duidelijk hier aan het lawaai te horen iets in gang gezet. Het zijn de golven. Vind je dat hier leuk, man? Spatter, spatter! Ja. Als het maar een zwembad is, dan is het allemaal goed. Bijna verdronken.
Opletten, mama. Ja, ja. Maar Jules, we letten wel op hoor. Vind je het leuk, Jules? Leuk, hè, Jules? En wat je naar mama? Waar is mama nu? Leuk, hè, die glijbanen. Leuk, hè? Dat is nog maar eentje voor de baby's. Later als je groot bent, kan je van al die andere glijbanen ook gaan. Ja. Dat hij dat ook wel heel erg leuk gaat vinden. Ja, we het omgekeerd eraf gaan, Jules. Zo. Dat vindt hij leuk hoor. Nog meer. Het zwemmen was leuk, maar we hebben hier een klein babytje die een beetje moe is nu en een beetje koud heeft en honger heeft. Alles. Alles heeft hij. Dus nu gaan we maar terug om hem aan te kleden en eten te geven, want dat is wel heel leuk, liefje. Ik ga mijn papa knuffelen nu. Oh. 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 Na het zwemmen hebben we nog wat aan het chillen geweest hier in onze vakantiewoning. We hebben ook nog even buiten gelegen in het zonnetje, terwijl Jules binnen een dutje aan het doen was. En nu zijn mijn mannen eventjes nog het afval gaan wegbrengen. En ik heb dan terwijl ook al verder gedaan hier om het eten klaar te maken. Ik heb besloten om vandaag opnieuw iets zelf te koken. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg fijn. Op vakantie heb je daar toch net ietsje meer tijd voor als thuis. Dus dat vind ik ook wel leuk. Maar ondanks dat heb ik er toch wel voor gekozen om toch iets gemakkelijks klaar te maken. We eten vandaag nacho chipjes. Klaargemaakt in de oven met tomatensaus, mozzarella kaas, paprika, stukjes ajuin en tomaat en look. We hebben daar ook nog een hamburgertje bij. We drinken er ook nog een lekker alcoholvrij radlerbiertje bij. Easy peasy en zo lekker. Dus en jij eet dat ook heel graag. Ik eet dat heel graag, dus echt eigenlijk ideaal. Ik kom eigenlijk voor mij ook nog heel graag nog een vegetarisch vleesje er nog bij. Maar ze hadden heel wat wel eigenlijk in de winkel, maar zo niet echt iets dat ik zei van dat ziet er lekker uit. Of, hadden we daarmee toch maar besloten om maar niets voor mij erbij te nemen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel niet heel erg. Ik heb wel heel wat gezonde dingetjes hier wel gegeten afgelopen dag. Het was een lekker eten. De vaatwasser die draait hier nu om onze vaten weer terug proper te maken. En nu is nu Jules in bed aan het leggen. En ik ga direct ook gaan slapen als Juleke slaapt. Ziezo. En morgen gaan wij normaal zien iets leuks doen. Gaan we een drukke dag hebben, gaan we op tijd opstaan. Of ja, drukke dag, gaan we een leuke dag doen. We gaan extra vroeg opstaan en een toffe daguitstap maken. Maar dan waar, wat en hoe, dat zie je in de video van morgen. Tot morgen, hasta mañana!